Rick, wat was deze? Dit was voor jou. Daar. Zit daarbij een schoppenheer? Is die er een schoppenheer? Waar is die? Die mag even op het podium komen. Kom maar eens even. Nou, dat is toevallig, hè? Is er ook, want dan staat aan de achterkant ook weer een gulpener. Is er ook een gulpener? Die hebben het volgens mij net gezien, toevallig. Ja, dan mag je ook naar voren komen. Dan wil ik nu eens kijken wat deze jonge mannen, hoe heet jij? Maarten. Maarten. En jij? Milano. Milano, mooie namen. M&M. Willen jullie jullie enveloppes openmaken? En stop. Want als het goed is, dan zit heel toevallig in deze twee enveloppen zitten twee delen van de winnaar. Oh. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Kan ik een beetje een geroffel? Maak ze maar open, jongens. Ja, juist. Dan hebben we hier het eerste deel van de winnaar. Bedroegen gaan! Maar niet zeggen. En dan hebben we hier de tweede. Gooi de envelop op de grond. Daar hebben we de gemeentereiniging voor. En dan hebben we hier het tweede deel. En ik zal hem vast nu laten zien. Verdwenen geheimen. De winnaar! En ik zie dat u een cheque heeft gewonnen. Wat gaat er met het geld gebeuren? Nou, in ieder geval wil ik een nieuwe telefoon kopen. Maar die van mij is echt traag. Oh. Ik raak weer snel leeg. Dus dat had ik, daar hou ik nog wat over. Ja, misschien toch een spaarrekening of zo. En burgemeester Vreeman, wat vindt u er nou van dat deze meneer heeft gewonnen? Nou, ik ben zelf heel erg benieuwd naar het boek. Dus als je kijkt wat ik zelf vroeger leuk vond, zijn toch echt ook avonturen romans. En vaak ook wel met een historische lading. Dus dat die kinderen dit het mooiste boek vinden. Dat betekent dat ze het spannend hebben gevonden. En dat het een beetje een boek is wat je door moet lezen, omdat je het geheim moet ontdekken. En dat is natuurlijk leuk. Ik denk ook dat ik een boek geschreven heb wat aardig is voor volwassenen om te lezen. Het is een kinderboek, maar het is ook heel spannend wel voor volwassenen om het te lezen. Je hebt er snel uit. Hè, waar gaat het boek een beetje over? Het gaat om een USB-stick die gevonden wordt op twee kinderen. En daarop staat een verhaal van iets vreselijks wat gebeurd is midden op zee met Vietnamese bootvluchtelingen. Zij gaan uitzoeken op speurtocht van wat er nou werkelijk gebeurd is. En dat blijkt toch anders dan je eigenlijk denkt wanneer je het lezen bent. En het kan ook niet verteld, het moet ook een geheim blijven. Dat klinkt best spannend. Ja, dat is natuurlijk een. Kijk, het leuke van lezen is natuurlijk toch dat je ook je eigen fantasie erbij hebt. Hè? Dat is. De boeken die nou bij mij naar boven kwamen, die herinner je allemaal vanuit eigenlijk je chameleonboeken. Ze laten films van gemaakt natuurlijk. Maar het is toch je fantasie, hè, van die twee. Beetje qua jongens, hè, met die boot. En, dus dat prikkelt je fantasie en dat is het leuke van lezen. Je kan je eigen kleuren aangeven.